Wat is dan het aantrekkelijke van zo'n app? Ik zeg ja, dat weet ik niet gewoon. Zou jij het top vinden als jouw studie betaald zou worden? Het zou ik fantastisch vinden. Ah, dan kan ik je feliciteren. Nou, vertel. Dat kan. Iemand kan jouw boeken betalen, jouw koffie betalen, nieuwe ringetjes, alles wat je maar wil. Nee, ik wil niet op dit vies. Rich meet beautiful. En wat houdt dat in? Dat houdt dan in dat je dus een rijke oude man gaat op zoek naar een jonge studente. En hij betaalt dan de studieschuld en je lekkere vakanties. En jij moet gewoon een beetje daten. Ja, klinkt op zich klinkt niet eens heel slecht, toch? Lijkt me heel goor. Ja, wat is er zo goor aan? Ah, gewoon zo'n oude vent, dat wil je toch niet? Nee, is niks voor mij. Ik heb zoveel geld heb ik ook weer niet nodig. Nee? Nee, heb je toch ouders voor? Wat zou je ervan vinden als je vriendinnetjes het zouden doen? Fout. Maar het is alleen date, hè? Het is alleen date. Nee, dan nog niet. Niet één dateje? Nee, denk het niet. Nee? Nee, zo laag ben ik ook weer niet. Ik snap heel erg goed dat andere mensen dat wel willen doen en op die manier geld willen verdienen. Ja, het is een groot succes hier. Ja, nee, maar... Het gaat een groot succes worden. Zelf zou ik het gewoon niet doen. Past gewoon niet bij mij. En wat past er dan niet precies bij jou? Wat is dat wat niet past? Wat is er nou met zo'n oude vent? Ah, ik weet niet, een beetje goor. Alsof je met je vader iets gaat doen of zo, dat wil je niet.